Hallo, ik ben Marloes van der Westen en ik sta hier in dierenwinkel en hondenboutique René van der Westen in Den Haag. Bij ons is het deze maand de maand van de dwergkees. In een vorig filmpje hebben wij jullie al laten zien hoe je het beste vacht van dit ras kunt verzorgen en welke producten je daarvoor kunt gebruiken. Omdat wij zoveel leuke reacties op dit filmpje hebben gehad, leek het ons leuk om er nog één te maken. Dus bij deze de must-haves voor de dwergkees. Wat je zeer zeker kan gebruiken met een dwergkees is de koelmat. Deze zijn erg handig omdat ze op basis zijn van een speciale koelingsgel. Hij koelt zelf af, je hoeft niet nat te maken, niet in de koelkast te leggen. De kleine maatjes zijn erg handig om eventueel in een tas te stoppen. Wat verder erg handig is, is om altijd water bij je te hebben. Bij dit flesje zit er gewoon een drinkbakje bij. Je doet er wat water in en de hond kan gewoon drinken. Tijdens lange wandelingen of een dagje uit, zoals ik net zei, is water zeer belangrijk. Er is niet altijd plek voor een heel flesje. Er zijn verschillende travel cups die gewoon aan de tas gehangen kunnen worden. Simpel uitklappen en er kunnen of wat brokjes in of een bakje water. Gaat u bij een terrasje zitten, dan is het pakketje erg handig. Er is namelijk plek voor en water en wat eten. Omdat een dwergkees een erg enthousiast ras is en veel energie heeft, kunnen ze soms wat nerveus uitvallen. Er zijn verschillende middelen die hiertegen helpen. De puurlijn en voornamelijk de rust is erg handig omdat het op basis van homeopathische middelen is. Gewoon poeder wat over het voer gedaan kan worden, of wat nat voer, of het droog voer met een klein beetje water. Het is wel handig om eens in de 8 weken even een stopweek in te voeren, zodat het middel blijft werken en het de hond getriggerd blijft worden. We laten nu op potje nog een aantal verschillende stijle tuigjes zien. Sommige wat eenvoudiger en sommige leuk en fleurig. En een aantal lijntjes die tijdens het wandelen erg leuk opvallen. Ja, deze zijn heel bijzonder, zoals je ziet. Het is een instapmodel. En zeer geschikt voor de dwergkeesjes. Omdat je aan de bovenkant toch wel goed de vacht blijft zien. Maar aan de voorkant ziet hij er wel heel schattig uit. Met een strikje. Ja, natuurlijk hebben we daar ook een bijpassende lijn bij. En ook daar zit weer een schattig strikje op. Paars kan zowel voor de dames als de heren gebruikt worden. Speciaal voor de dames hebben we ook nog een leuke roze. Hij is heel makkelijk aan en uit te doen. En hij is verstelbaar aan zowel de voorkant als de achterkant. Dan hebben we nog van Suus en Lancy. Deze zijn altijd heel erg zacht. Ook dit is een instapmodel. We hebben nu de kleur olijfgroen gepakt. Kom maar. Goed zo. Die we nu hebben gepakt is een model dat plain heet. Er zit dus niks op of aan. We hebben ze ook met strikken, met glitters en noem maar op. Ook hier is weer een zacht lijntje bij te krijgen. Nou, voor degene die wat meer van bling bling houden, hebben we dit soort tuigen. Deze gaat over het hoofdje en één voetje erin. En zelfs met de volle vacht blijft de strik mooi zichtbaar. Als je het dan echt af wil maken, kan je bijvoorbeeld deze lijn erbij doen. Nou. Meer bling kan je niet hebben, denk ik, toch? Nou, wie niet van de bling bling houdt, hebben we ook de Ibiza-stijl. Hier hebben we heel veel verschillende bandjes in allerlei kleurtjes. We hebben nu voor een beetje blauw turquoise gekozen. Daar kan heel leuk deze lijn bij. Voor degene die deze band willen opzoeken, die kunt u vinden op de website onder de naam Boho Guan. Nou, dit ras heeft eigenlijk geen jas nodig, maar wat wel handig is, is een regenjas. Deze van Pupilla past altijd erg goed bij hun. Dat hij wat breder valt, kan goed dikke vacht eronder. Voor een betere pasvorm kunnen aan de zijkant bij de beentjes kunnen de touwtjes wat aangetrokken worden.
Nou, het is altijd een beetje lastig als je met een tuigje zit. Wat wij daarom adviseren is het Triponti tuig. Deze kan er gemakkelijk overheen worden aangetrokken. De lijn gaat hier aan en that's it. Ook zonder jasje is dit een super fijn tuig. Hij is er in meerdere kleurtjes en ook in leuke printjes. Misschien kan jij die even laten zien, de printjes van Triponti. Hij is gewoon super makkelijk snel aan en uit te doen. En de vacht kan je er een beetje doorheen trekken, waardoor je eigenlijk niet zo heel veel van het tuigje ziet. Dit zijn enkele voorbeelden van kleuren. Je hebt stoere legerprinten of gezellige dierenprinten of gewoon egale tintjes. Kan heel vrolijk opgeleukt worden of leuk matchen bij een outfit. Voor het warme weer hebben we ook de For Lazy Legs draagtassen. Het is een lekker luchtig dun stofje waardoor de hond ook niet snel overhit raakt. We hebben ze momenteel in 4 leuke kleuren. De Army groen. Verder hebben we ook nog de kleur Navy Blue. Dan is er ook nog de kleur zandgrijs. Deze kan met een lichte vacht, maar is ook erg mooi met een donkere vacht te combineren. Als laatste is er ook nog de oceaangroen. Een erg frisse kleur. En de tassen zijn gewoon erg handig te gebruiken voor de kleintjes die niet lang kunnen wandelen. Of bijvoorbeeld op een drukke marktstraat. Ik hoop dat jullie ons filmpje weer leuk vonden. Als je de filmpjes van ons niet wil missen, abonneer je dan gratis op ons YouTube kanaal. Langskomen kan natuurlijk ook in onze winkel in Den Haag. Tot snel!